Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin we eens gaan kijken wat dat hetgeen is, welke boodschappen dat er nu mag meegeven worden. Ik heb dus totaal geen idee waar dat over gaat gaan. Ik ga gewoon de kaart volgen en zien wat dat er tot mij komt, wat hetgeen is dat ik hoor. Voor degenen die dat niet weten, ik ben helderhorend. Dat is een van mijn hoofdkanaal, om zo te noemen. Ik ben ook helderziend, heldervoelend en helderwetend. Maar de boodschappen komen eigenlijk altijd in eerste instantie via mijn helderhorendheid binnen. En als dat nodig is, dan krijg ik extra informatie via de andere kanalen. En dat is ook zo dat heel veel mensen die ontwaken, die denken dat ze maar één van de vier zijn. Ze denken van, oh, ik ben niet helderziend, ik ben helderwetend, of ik ben heldervoelend, want ik ben ooggevoelig. Of ik ben niet helderhorend, want ik hoor het niet helemaal helder in mijn hoofd. Maar helderhorendheid kan ook zijn, zeker wanneer je in het begin bent van het ontwikkelen, en vooral er meer zelfvertrouwen in te hebben, daar gaat het voornamelijk over, is dat je ook boodschappen ontvangt via video's, boodschappen ontvangt via lyrics van liedjes. Of iemand anders zegt iets, of je ziet ergens een woord staan en dat woord brengt je een bepaald inzicht. Dus het helderhorendheid gaat niet altijd en enkel alleen maar over het feit dat je effectief bijvoorbeeld een hele duidelijke ja of nee hoort van jouw team. Het is veel ruimer en het is belangrijk om daarin ook te gaan kijken hoe dat je denkt over helderhorendheid, heldervoelend, helderziend en helderwetendheid. Dus iedereen heeft altijd alle vier, maar er is één kanaal die jouw voorkeurskanaal is. En dat is dan de manier waarop dat eigenlijk de boodschappen, de inzichten, jouw intuïtie waar je het meeste aan gaat ontvangen. En we krijgen al onmiddellijk de full kaart, maar ondersteboven, met de boodschap Only Fools Rush In. Met andere woorden, als ik het gewoon laat koppelen en overgaan in de boodschap dat we aan het zeggen zijn, is het een teken dat wanneer dat je ontwaakt, dan zijn er heel veel dingen waar je onzeker over bent. Dan twijfel je zelfs of dat je wens ooit wel zal vervuld zijn, of dat er inderdaad betere tijden zullen komen. Want de 3D-wereld, die materialistische wereld, toont jou een heel ander beeld. En als je ervan uitgaat dan dat alles in de materie en in de 3D-wereld, waar je ervaart dat dat een weerspiegeling is van waar je bent en jouw energie, en van de balans of de disbalans in jouw energie, dan kan dat vooral veel meer chaos creëren dan dat het jouw rust en vrede brengt. Dus is logisch dat we wat voorzichtig zijn en niet gewoon met onze twee benen vooruit gaan springen. Ik ben wel zo, maar dat is hoe dat ik ben. Omdat ik ondertussen al geleerd heb en ook al weet dat ik mag springen met mijn twee voeten vooruit, omdat ik weet dat het universum het beschermnet gaat uitgooien of een luchtkussel gaat gooien of wat dat ook maar is. Eens ik die keuze gemaakt heb en gesprongen heb, omdat ik weet dat het zo gaat zijn, ik verwacht het. En dat is de wet van assumptie die zo op die manier werkt. Maar dus heel veel mensen zijn daar nog niet. Ze hebben nog niet geleerd en nog niet voldoende ervaringen gehad in de 3D dat het universum inderdaad voor hen zorgt. Op een manier dat buiten hun eigen controle omwerkt. En daarom zorgt dat ervoor dat ze eigenlijk wie dat ze zijn veel te veel nog voor zich houden. Dat het hun authentieke energie op nog een veel te zachte, kleine, jeugdige manier uitgedrukt wordt. Terwijl net het universum er alles aan doet om ervoor te zorgen dat je all the way gaat. Ik heb hier ook de kaart Hoge Priesteres die ondersteboven ligt. En daarop staat een volle maan op. En het doet me denken aan de volle maan die nog niet zo lang geleden geweest is. Dat is een hele belangrijke en ook een speciale maan. Waarin dat we eigenlijk ook geduwd werden en getoond worden van waar is nog hetgeen wat je klein houdt, waar is hetgeen wat je nog probeert controle te houden, waar eigenlijk dat jouw totaal jouw taak niet is.
En dus begreep dat inderdaad, wanneer je bang bent om erin te gaan vliegen en te gaan springen, vooral je alle stappen helder hebt, dat je eigenlijk het enige dat je doet, jezelf klein houdt, jezelf tegenhoudt. Ik heb het ook lang gedaan, dus ik weet van waar dat komt. Maar geloof mij, het is maar pas wanneer je springt en durft te springen, dat je gaat zeggen van, ach ja, Lindsay had gelijk, eigenlijk is het allemaal zo erg niet. En heel veel mensen die met mij samenwerken, die zeggen dat ook. Zelfs mijn tweeling Vlam ook. We hebben altijd zoveel weerstand tegen verandering en tegen dingen. Zeker als we niet weten waar dat ons gaat brengen of welke invloed dat gaat hebben op ons en op ons emotioneel welzijn en op ons geluk en onze veiligheid. Dus gaan we proberen alle pionnetjes gaan te controleren. Maar wanneer je probeert los te laten, en niet probeert, maar gewoon loslaat en in overgave gaat, en het enige wat je gaat gaan volledig gaat toegewijd zijn, dat is jouw eigen innerlijke groei en je eigen persoonlijke ontwikkeling, dan ga je merken dat het universum al de rest doet. Dat je niet hoeft zelf alle dingen uit te zoeken. Het universum toont jou de weg vooruit. En daarom krijgen we ook de Ace of Coins, maar ondersteboven. De Ace of Coins is een nieuwe start, een nieuw begin. En dat ligt eigenlijk nu net onder de Fool-kaart. En dat zijn eigenlijk twee kaarten die te maken hebben met een reset, met een nieuw begin, een onbeschreven blad. Maar ze liggen al twee ondersteboven. En dus het is belangrijk dat we gaan kijken naar hoe dat we denken over dingen. Hoe dat we denken over het leven, hoe dat we denken over onze situatie, hoe dat we denken over onszelf. En dat we leren om daar ook meer vanuit die vrijheid te gaan leven. Want we kregen de Knight of Swords. Swords, dat weet je, de zwaarden is verbonden met het mentale lichaam. Dat weet je als je mij een tijdje volgt, want ik leg dat regelmatig uit. Dus het element mentale, lucht, heeft te maken met de zwaarden in tarot. En we kregen de Ridder van Zwaarden. Dus dat is iemand die eigenlijk al wat ervaring heeft en niet helemaal nieuw is. Die al wat geoefend heeft, maar die nog niet die vervolmaking heeft. Die nog niet die maturiteit heeft om met zijn eigen gedachten of met mentale, het element zwaarden, element lucht, op zo'n manier om te gaan dat hij het zelf kan gaan sturen. Denk aan die tekenfilms, aan die films over Avatar. Daarin heb je ook verschillende luchtmeesters. Dat is eigenlijk hetzelfde. Je bent nog geen luchtmeester, maar je hebt nog niet geleerd om het element lucht op een goede manier te gaan sturen en voor jouw hoogste goed te gaan gebruiken. En let op, voor jouw hoogste goed, dat is niet egoïstisch, in tegendeel, want als het voor jouw hoogste goed is, dan is het automatisch ook voor het hoogste goed van anderen. Dus, wanneer je een nieuw begin wilt in het fysieke, dan is het belangrijk, is super belangrijk dat je gaat leren een luchtmeester te worden, met andere woorden, een meester over jouw gedachten. En dan krijgen we de Tower met A Reckoning. En daarin ga je zien dat wanneer je niet op je pad loopt en maar halsstarrig blijft vasthouden aan de ideeën die je hebt of hoe dat jij denkt en hebt gebrainstormd hoe dat je leven zou moeten gaan, dat het universum er eigenlijk alles gaat doen om jouw toren te laten vallen. Want hoe hoger de muren dat je maakt, hoe hoger dat die toren gaat worden, maar hoe harder hij natuurlijk ook naar beneden gaat vallen. En dan daarom dat we kregen ook de Ace of Swords. Want de Ace of Swords is een nieuw begin wanneer het gaat over dat mentale. Waarin dat je op een heldere manier dingen gaat zien. Begin september september is eigenlijk ook een drukke maand qua planeten en verschillende conjuncties en squares en al die dingen. En dat gaat ervoor zorgen, afhankelijk van hoe dat jouw astrologische geboortekaart is, dat je nieuw begin gaat krijgen. We hebben de Ace of Coins omgekeerd en de Ace of Swords gewoon. Waardoor dat er meer helderheid zal komen om jou uiteindelijk te brengen dat je die Queen of Coins wordt. Dat je die Queen van Munten, dat je dus die koningin van je eigen fysieke wereld, want coins, munten, dat is fysieke, dat is het element aarde, dat je dat wordt. Maar we hebben ook de Page of Coins, dus degene, de leerling nog. De leerling die nog bezig is met hoe werkt dat hier nu? Hoe kan ik mijn eigen realiteit, mijn fysieke wereld gaan sturen vanuit het element lucht? En natuurlijk is het niet alleen element lucht, er is ook nog het element water, met emoties en ook nog je ziel. En dus, wat hij nu gevraagd wordt, is om voor ogen te houden dat er betere tijden zijn. Om dat gewoon zo zeker van te zijn,
omdat dat je geboorterecht is. En te weten dat wanneer je nu nog geen verandering ziet in het fysieke, dat dat niets te maken heeft met dat het niet waard is of nooit gaat komen, maar wel te maken heeft met het feit dat jij moet leren dat element lucht te gaan sturen, te gaan leren controleren. Maar controleren is eigenlijk geen goed woord. Gaan meesteren, gaan beheersen. Zodanig dat je dan ook vervolgens het element water, dus het emotionele, kan gaan op een goede manier gaan doorheen laten stromen. Het op een goede en vanuit een emotionele maturiteit kan gaan gebruiken. Maar we kregen de King of Cups, maar die ligt ook ondersteboven. De King of Cups, dat is iemand die volledig in lijn is en afstemming is met zijn ziel en van daaruit ook perfect zijn emoties kan gaan sturen en beheersen. En ook begrijpt wat hij ervaart en voelt. In plaats van er van weg te lopen, laat hij door zich heen stromen omdat hij weet dat het wijsheid is. Het toont hem. Het is een barometer om te tonen waar hij zit op zijn pad. Maar de King of Cups ligt ondersteboven. Dus dat spreekt niet over emotionele maturiteit, maar over immaturiteit. Dus onvolwassenheid. Die jeugdigheid dat ik daarnet ook gezegd heb. Die jeugdigheid in je mind en in je emoties. En dat is geen dat je nu als je resoneert met deze video, dat je nu te doen hebben. Dat je, als je voelt dat je nog ergens een gereserveerdheid hebt om jouw gaven te gaan gebruiken, om niet in die spirituele meesterschap te gaan stappen, dan en dan de reflectie te zien in, ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos met de kaarten die komen, maar ik had eerst mijn zin afhaken, om de reflectie dan niet onmiddellijk te zien in het fysieke, want dat is de grootste uitdaging, want we willen, ja, we zijn instant manifestatie gewoon, je bestelt iets bij Bol en een dag daarna staat al aan je deur, of zelfs dus, nog met avondlevering of wat dan ook. Dus we zijn zodanig gewoon geworden dat we onze behoeftes onmiddellijk kunnen gaan vervullen, maar dat is niet altijd goed. Dus spirituele meesterschap, het waarbij dat je eigenlijk dan jezelf gaat gaan realiseren, wat wil zeggen dat je authentieke zelf op elk moment, in elke situatie in je dagelijks leven, dat kan laten doorstralen in dingen die je doet, zegt, najaagt qua doelen. Dat begint met te ervaren dat je eigenlijk voldoende bent, dat je genoeg bent. Dat je hier genoeg bent, het feit dat je rondloopt, het feit dat je in een fysieke lichaam rondloopt, dat is voldoende om uiteindelijk het recht te hebben om die spiritueel meesterschap, om dat te worden, om dat te zijn, om dat te belichamen. En daarom zitten we nu, en zeker dus deze week, maar ook heel de maand september, ga je gestuurd worden en ga je geleid worden om meer en meer in die magier-energie te stappen. Want een magier werkt met alle elementen. Vandaar dat de cursus rond manifesteren ook heet manifesteren met alle elementen. Daarin leg ik uit de elementen rond water, vuur, aarde, lucht en dus je ziel. Maar ik trek het ook open naar de mannelijke en de vrouwelijke energie en de balans daarin. Naar de verschillende elementen in het manifestatieproces. Hè, waarin dat je dan het idee hebt en de emoties hebt. En hoe zich dat dan veruiterlijkt of in een fysieke vorm toont. Dus dat is hetgeen waar we naar heen gaan, naartoe gaan. Wat moeten we nog aan toevoegen? Wat is nog hetgeen dat we moeten weten? Ja, oh nee, toch niet. Ja, nu zo. En we hebben de Queen of Swords. En dat is dus de koningin van zwaarden. En dat gaat weer opnieuw, dus weer een bevestiging. Dat één, dat je moet begrijpen dat jij het waard bent om voor te vechten. Jij bent het waard om voor jezelf te kiezen. En je moet niks natuurlijk, het is jouw keuze, het is jouw vrije wil. Maar de passie die je voelt, het vuur in jou, moet ook naar buiten komen. En dat maakt dat we nu ondertussen 3 aces hebben, dus 3-1. Die van aarde, die van zwaarden, dus lucht, en die van vuur. Het enige dat we nog niet hadden, is het emotionele. Maar waarom? Omdat we dus nu moeten werken met dat mentale, met die gedachten. En dat is hetgeen wat ik in de meeste van mijn cursussen eigenlijk ook leer. Bijvoorbeeld de cursus, als je helemaal nieuw bent op dit vlak, de cursus jezelf zijn, jezelf blijven, is eigenlijk echt, werk je echt vanuit het mentale, van hoe ga je echt aan de slag met jouw gedachten.
ben je al iets verder op het pad, dan zou ik gewoon al zeggen van leer te werken met de vlammen. Want de vlammen helpen jou om eigenlijk het mentale een stukje te bypassen. Een shortcut te nemen, zodanig dat de diepe angsten, de diepe valkuil, dat je dus niet ziet, van, omdat je zodanig vastzit in een bepaalde valkuil vanuit je mentale ideeën, mentale lichaam, om die te gaan transformeren vanuit de energie. En dus werken we, dus door te werken aan jezelf, en jezelf te gaan ontwikkelen, en jezelf te healen, door te werken met universele vlammen, ga je merken dat bepaalde inzichten plots wel komen, en dat je plots wel bepaalde pitfalls, dus valkuilen, gaat gaan zien, doordat je ze losgemaakt hebt door te werken met de vlammen. En dus we werken daar eerst vanuit het energie, en komen dan terug naar beneden in het mentale. Want dat is uiteindelijk wat we hier... Wat we ook gedaan hebben toen we hier geïncarneerd zijn. We zijn gekomen vanuit de energie in het fysieke. We zijn eigenlijk doorheen de verschillende elementen gekomen. Dat is ook de reden waarom dat werken met een astrologische kaart zo belangrijk is. Of handig is. Om dingen over jezelf te gaan weten. Of te weten welke planeten op welke manier jou gaan raken en gaan beïnvloeden. Of zelfs gaan ondersteunen. Omdat ook de zodiacs zijn onderverdeeld ook in die vier elementen. Er zijn er ook 12. Er zijn 12 belangrijke chakras. Elk chakra is mannelijk, eerder mannelijk of eerder vrouwelijke energie. Dus alles hangt zo hard samen dat het belangrijk is dat je die dingen begint te gaan beseffen en dat je daar bewust van bent. Want als je bewust bent, kan je het enerzijds gaan transformeren. Dus transformeren, dat zijn healen, dan kan je het loslaten. En kan je het gaan vervangen, gaan verplaatsen, of gaan invullen, of moet ik het gaan zeggen, met de diamantenvlam. En de diamantenvlam, de diamantenenergie, is de hoogst mogelijke energie op dit moment beschikbaar. En je draagt de frequentie van de bron. Dus van jouw blauwdruk. Van onvoorwaardelijke liefde, van eenheid. En dus door te gaan werken met universele vlammen, ga je ook merken dat je op een hele moeiteloze manier invloed kan hebben op situaties en obstakels en problemen in je leven die super lang vastgezeten hebben. Omdat je het op de verkeerde manier probeert aan te pakken. Omdat je het vanuit mentale probeert gaan aan te pakken, of vanuit emotionele, of door bijvoorbeeld hypnoses te gaan doen, of kindertherapie bedoel ik dan, innerlijke kindtherapie, regeneratietherapie, al die andere dingen waarbij je dat terug gaat in het verleden. Maar dan blijf je altijd vanuit het mentale en het emotionele. En als daar je grootste schaduw zit, je grootste obstakel zit, dan zal en kan je het niet transformeren. Vandaar is werken met universele vlammen zo superkrachtig, omdat je eigenlijk al die dingen een stukje overslaat. Je slaat het niet echt over, maar je stapt erover, je gaat een level hoger gaan werken, zodanig dat je dan uiteindelijk, hetgeen wat je dan uiteindelijk krijgt, het inzicht dat je krijgt, of die emoties dat je dan gaat gaan healen, dan voelen die niet meer zo zwaar, omdat eigenlijk in de wortel, in de energie, is al getransformeerd. Waardoor je het veel sneller gaat kunnen shiften in je mind en in je emoties. En uiteindelijk in het fysieke. Een van de redenen waarom dat bijvoorbeeld het bezoeken van oude plaatsen, waarin dat je weet dat dat ooit een heilige plaats geweest is, waarom dat heel veel mensen het gevoel hebben dat die plaatsen veel voor hen betekenen of veel doen, dat is omdat je eigenlijk terug intapt op de herinneringen die in je DNA en dus in je energie aanwezig zijn. Niet per se omdat op dit moment daar nog die hoge energie in is, of die bepaalde energie in of wat dan is, nee. Eigenlijk wat dat op dat moment gebeurt, is een reactivatie en een herinnering van dingen die je zelf ervaren hebt in een van de vorige levens daar. Bijvoorbeeld, als je ooit een leven gehad hebt in Engeland, dan kan je misschien op een bepaald moment de behoefte hebben om terug naar Engeland te gaan, naar bepaalde spirituele plaatsen te gaan bezoeken en daar bepaalde emoties, energieën ervaren. Dat wil niet zeggen dat is omdat dat daar nog zo krachtig aanwezig is, integendeel. Het is er nog omdat heel veel mensen geloven dat het er is en daarom kan je het ervaren. Maar kan je het enkel maar ervaren omdat het er was in een vorig leven. En aangezien dat tijd en ruimte allemaal één is en tegelijkertijd plaatsvindt, tap je eigenlijk in op iets die ooit geweest is. Daarom reis ik rond, wanneer ik ertoe geleid word, om op belangrijke nieuwe plaatsen
die nieuwe punten, die nieuwe vortexen te gaan creëren, die nieuwe kristallen tempels te gaan creëren, omdat de oude aan het, zoals we daarnet gezien hebben ook met die tower, omdat de oude aan het afbrokkelen zijn. Sommigen zijn zelfs ondertussen naar die ruïnes en bieden niet meer de nodige soelaas en de nodige voeding voor de aarde en dus voor de mensheid om nog langer te blijven bestaan. Dus net daarom is het ook belangrijk dat je dat ook beseft en dat je daar ook bewust mee omgaat. Van wat is de reden waarom dat ik naar een plaats toegetrokken word? Waarom wil ik naar een bepaalde plaats op reis gaan? Waarom wil ik een bepaalde retreat gaan doen? Waarom wil ik een bepaalde therapie gaan doen? Dan is het niet altijd omdat er daar energieën zijn. Vaak en meestal en enkel en alleen is dat omdat je daar, door daar op die plaats te zijn, bepaalde stukken in jezelf en je eigen energie gaat gaan triggeren, waardoor dat je een aantal zaken weer gaat gaan herinneren. Hetzelfde met wanneer je van die ayahuasca-ceremonie doet of gelijk welke andere ceremonie, dan tap je in eigenlijk op dingen die ooit geweest zijn. Maar let op, ook hier heb ik al meermaals meegemaakt met klanten dat zij herinneringen en visioenen krijgen die eigenlijk niet van hen zijn. Waarom? Omdat door het feit dat ze zo gevoelig zijn, pikken ze in op de mensen die daar ook aanwezig zijn. En dan gebeurt het soms dat mensen denken dat ze bijvoorbeeld misbruikervaringen hebben, maar dat ze dat zodanig verdrongen hebben en dus niet meer bewust herinneren. Maar dat dat eigenlijk niets te maken heeft met hen. Dat zij zeker niet in dit leven dat meegemaakt hebben, maar bijvoorbeeld wel anderen die in hun energieveld zitten. Maar in het energieveld, zeker hoe hoger je energie gaat, hoe ruimer je energieveld gaat. En dus hoe bewuster dat je nog moet gaan zijn met hoe dat je met energie omgaat. Gisteren of het weekend, het was zeker in het weekend, ik weet niet meer of dat zaterdag of zondag was, in de tweelingvlam supportgroep was eigenlijk een beetje ongeveer dezelfde conversatie in die zin, dat wanneer dat je fysiek bent met mensen, seksueel intiem bent, dan neem je energie over. Maar daar stopt het niet. Dat is niet alleen bij seksueel contact. Dat maakt het eigenlijk nog erger. Laat ons zeggen dat de overdracht van energie nog groter wordt. Maar je hoeft geen seksueel contact te hebben, nog met je twin, nog met andere mensen, om lichtcodes en energetische codes over te brengen. Het gaat allemaal om intentie. Het gaat allemaal om energie. Dus ook daarin zijn er nog heel veel ideeën, wat we daarnet besproken hebben, die ervoor zorgen dat we onszelf vastzetten, dat we als collectief ervoor zorgen dat we gewoon ter plaatse blijven trappelen. In plaats dat we gewoon jump met de twee voeten vooruit in het onbekende en zien van oké, we zien wel waar we komen, we zien wel wat dat ons brengt, we gaan er sowieso heel veel uit geleerd hebben. Oké, we gaan eens kijken welke advies dat we nog kunnen geven. Nou, deze kaart. Wat is dan belangrijk om te weten? Vooral dat we deze video gaan afsluiten. Hoepla, daar gaan ze. En we krijgen Starseed. Ja, dus het is super belangrijk om nu te gaan kijken van wat is hetgeen dat jou verlicht, wat dat je blij maakt, wat dat jou lichter maakt eigenlijk. Dan krijgen we ook de kaart met Soul Family. Verbind je met mensen waarvan je voelt dat je een bepaalde herkenning hebt. Dat je bepaalde... veel mensen die met mij samenwerken, beginnen met mij samen te werken, die zeggen van, het was precies alsof ik jou al kende. En dat klopt in die zin dat, dat je inderdaad geroepen wordt, en dat is ook de manier waarop ik mijn marketing doe, door het feit dat ik zodanig authentiek mezelf ben, in de video's dat ik maak, in de content dat ik maak, wel of niet maak, wel of niet aanwezig ben, online, zorgt ervoor dat ik net vanuit die frequentie de juiste mensen aantrek. En dus mijn zielsfamilie en de mensen waarmee ik de zielsafspraken heb naar mij toe trek. Maar voor jou werkt dat net hetzelfde. Dus je hoeft je pad niet alleen te lopen. Zeker als tweelingvlam is het super belangrijk om jezelf te laten ondersteunen. En daarom heb ik ook het lidmaatschap iets wat aangepast, zodat je de eerste 14 dagen gewoon als een proefabonnement kan nemen. Dat is 0,02 euro. Dat is gewoon puur iets technisch. Waarom dat niet 0 euro is, maar 0,02 euro. En dan kun je voelen van of dat inderdaad iets voor jou is of niet. Want het helpt zo hard, omdat... wat dat voor mij soms zo
evident is en zo logisch is, merk ik dat voor een andere tweelingvlammen nog zo onbekend is. En net daarom is het gemakkelijk om in die groep te zitten, omdat je dan 7 dagen op 7 toegang hebt tot de groep, dus tot de anderen, als ik niet, zelf niet online aanwezig zou zijn of niet kan onmiddellijk antwoorden. Maar ik ga ook altijd antwoorden. Het is me daarom niet, misschien niet altijd onmiddellijk, maar ik ga altijd antwoorden. En inzichten meegeven of meegeven waar ik toe geleid word op dat moment. En dat is afhankelijk van situatie tot situatie. Maar het is zo belangrijk om je laten te omringen met mensen die weten wat het is om op een tweelingvlampad en op een zielspad te lopen. Hè. Mensen die op dat pad van ontwaken lopen. Wat krijgen we nog? Council of Light, Divine Orchestration, Helpers in the Subtle Realms, and the Age of Light, You have been training for this for lifetimes. Ja, en dat doet mij denken aan iets wat ik van het weekend ook gezegd heb tegen Sarah, dat ik en mijn tweelingvlam, wij waren al een eenheid vooral dat we hier geïncarneerd zijn. En dat bedoel ik ook, wij hebben heel de rit, wat we nu opnieuw doen, hebben we toen al gedaan. Wij waren al een eenheid en we zijn nog steeds een eenheid, maar wij hebben er ook voor ingetekend om heel veel voorouderlijke stukken en collectieve stukken in de mannelijke en de vrouwelijke energie mee te gaan transformeren en mee gaan te liften. Vandaar dat het pad dat wij lopen super zwaar is, maar ook super belonend is. Vandaar dat de dingen die wij al meegemaakt hebben, dat die er ook zijn om het collectief verder te ondersteunen. En door de ervaringen, de concrete voorbeelden die we hebben te delen, kunnen we ook anderen helpen. En zijn we ook zo transformerend wanneer je eigenlijk met onze energie verbindt. De weinigen die het voorrecht hebben gehad om ook met mijn twin al te verbinden, die kennen enerzijds mijn energie en voor hen voelt mijn energie als krachtig aan, maar dan krijgen ze de mannelijke versie van onze energie te voelen en dan hebben ze zoiets van, wauw, shit, wat is dat hier? En dat is ook hoe dat het uiteindelijk werkt. Een van de dingen dat we ook besproken hebben in de tweelingvlamgroep is bijvoorbeeld rond seksualiteit. Het gaat bijvoorbeeld nooit zijn dat jij bijvoorbeeld straight bent. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik weet dat zelfs niet. Bijvoorbeeld jij als vrouw bent alleen maar aangetrokken tot mannen. En dat je dan bijvoorbeeld een mannelijke, dus echt een man als tweelingvlam zou hebben. En dat die alleen maar, dat die bijvoorbeeld zou homo zijn. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, wij zijn nu toch als tweelingvlammen om templates en ideeën te gaan transformeren. Ja, dat is waar. Maar ook wanneer dat gaat over tweelingvlammen, is die seksuele alchemie tussen beiden superbelangrijk. Dus ik heb daar een hele tijd geleden ook rond mijn team over ook rond gevraagd. En dat is een van de weinige dingen waar je eigenlijk mag van uitgaan. Als jij zelf niet gay bent of niet biseksueel bent, dan mag je er eigenlijk automatisch van uitgaan dat je twin ook niet is. Want jullie zijn dezelfde energie. En dus, wat dat zeggen, als je dat bijvoorbeeld wel zou tegenkomen, dat blijkt dat je nu denkt, de persoon die je bent, dat je denkt dat die homo is en jij bent dat niet, dan is hoogstwaarschijnlijk die persoon niet jouw tweelingvlam, maar iemand die in je leven gekomen is om jou te helpen voorbereiden en klaar te maken voor jouw echte tweelingvlam. Want ook dat is hetgeen wat werkt. Zeker ook in readingen heb ik ook al gemerkt met klanten, dat de boodschappen die je gaat gaan krijgen, die gaan altijd zijn voor in dat moment. Dus je zal altijd de boodschap krijgen als je bijvoorbeeld met iemand bent en je laat dan een reading doen en dan vragen ze van vaak van, is die persoon mijn tweelingvlam? Dat is één iets waar ik persoonlijk nooit ga over antwoorden. Tenzij dat zo duidelijk is in de kaarten dat ik het zelf niet moet uitleggen, maar dat het er zelf uitgaat. Omdat jouw team jou altijd de antwoorden gaat geven om jou te duwen in de richting waar je nu moet zijn. Dus als jij nu bij iemand bent, en dat is iets wat ik persoonlijk zelf ook meegemaakt heb, toen dat er een soulmate, die zelf eigenlijk ook een tweelingvlam is, maar niet mijn tweelingvlam, in mijn leven gekomen was een paar jaar terug, dan bracht dat heel veel verwarring, omdat ik dan ook begon te twijfelen van, ja, wie is nu mijn tweelingvlam? Nu, de kaarten dat ik toen getrokken had en de boodschappen dat ik toen gekregen had,
toonde ook mij constant dat ik in die connectie met die soulmate moest blijven. Dat ik daar een aantal lessen te leren had. Ook al voelde ik op dat moment dat hij niet echt mijn tweelingvlam was, omdat er in frequentie een ander verschil was en omdat we rond belangrijke stukken ook helemaal anders waren. Maar het is belangrijk om daar niet van weg te lopen, want dan gaat er gewoon iemand anders komen om jou die les te leren. En dus is het veel belangrijker om te kijken van wat is hetgeen dat mijn team mij nu brengt. Wat wil deze relatie mij leren? En let op, dat hoeft ook niet altijd in een romantische relatie te zijn. Want je kan ook heel veel leren in je vriendschappelijke relaties. Of in relaties bijvoorbeeld in de soulmate. Waarom zeg ik nu soulmate? Ja, maar soulmates in de tweelingvlamgroep. Want dat is ook je zielsgroep, je zielsfamilie. Die jou mee helpt dragen. Die jou mee helpt inzichten te brengen. En al is dat je een maand in de tweelingvlamgroep blijft, of je blijft er jaren, of 2 jaar, of 100 jaar, mij maakt het niet uit. Het is belangrijk dat je de dingen doet die goed voelen. Dat is net hetzelfde. Ik ga nooit iemand zeggen van, jij moet nu dat programma volgen, of jij moet nu dat gaan doen, of jij mag niet dat doen. Nee, ik geloof er stellig in dat iedereen perfect weet wat ze nodig hebben. En als ze het niet weten, dan is het gewoon omdat ze er op dat moment nog niet klaar voor zijn. En ook dat is oké. En dat is de grootste daad van liefde dat we natuurlijk kunnen stellen. Zowel van mij naar jullie toe, maar ook van jullie naar jullie twin toe. Of naar jullie soulmate, of je kinderen, of ouders, of vrienden, of collega's. Geef de ander de ruimte om zijn eigen pad te vinden. En dat is hetgeen we dat ze ook zeggen van, ware liefde gaat erover dat je mensen loslaat. En wanneer je iemand loslaat en ze komen uit eigen vrije wil terug, maar vanuit een onafhankelijkheid en dus volledig niet gehecht, maar dus vanuit een pure vorm van zijn, één in zichzelf, vervuld in zichzelf, zich veilig voelen in zichzelf, dan zal de diepe zielsconnecties die je bijvoorbeeld met een tweelingvlam deelt, zoveel krachtiger en zoveel mooier zijn. Ik ga het hierbij laten, want ik kan nog uren doorgaan over dit thema. Maar dat is niet de bedoeling. Als je helemaal nieuw bent op vlak van tweelingvlammen, ik zou zeggen, begin misschien met die e-boekjes te lezen. Daar staan nog heel veel dingen in. Dat ik deel over wat ik zelf ervaren heb, zelf gechanneld, zelf geleerd heb. Door en met en via mijn twin. Maar ook van andere tweelingvlammen in hun connecties te zien. En afhankelijk van waar je zit in je proces en je voelt je geroepen, dan ben je natuurlijk van harte welkom in de tweelingvlam supportgroep. Het is de bedoeling dat die groep niet te groot wordt. Dus zodra dat ik voel dat er te veel mensen in zitten, dan gaat die groep op slot, bij wijze van spreken, totdat iemand de groep verlaat en dan komt er weer iemand anders bij. Dat voelt het beste en het meest zuiverste. Op dit moment staat de groep aan de open, kun je dus gewoon nog aansluiten. Maar als ik voel dat dat niet meer oké is, dan gaan we kom je op een wachtlijst terecht. En dan is gewoon diegene die eerst dus komt of eerst dus op de wachtlijst staat. Zo, dat was voor nu. Ik ga nog een video opnemen tussen boodschappen. Tussen mannelijk en vrouwelijk, denk ik. Ik voel dat nodig is. En dan spreek ik alvast elkaar in een volgende video. Dag!